Rotsoeren van Johan van Leeuwen. In de zwingen hier met de Kees. En op hoofdkant gaan wij zo even kijken naar de Jumper. Die heeft het al gezien. Er zijn niet zoveel wedstrijden meer waar we deze sluitschutter aan het werk zien gaan. Maar Jop, die heeft die TV gaat praten. Steven van Eden in de allerhoogste zandversnelling. Vooral is het wedstrijd. Nummer 253 hier in de Veenhaven sportklasse. Een steier. Dan heel veel van de klasse van de inkrijgen. En dan nog die... 99 meter. Voor degenen die het thuis al volgen. En Jeroen Roedel. Voor Roedel. Derde. Dat is hoort aan de kortstijd. Zelfs een kleine keer. En als je het zo ziet, Leiden in een heel hoog gezet weet dat het moet gaan gebeuren hier met ongekend veel snelheid voor de 2,5 ton. En die doen we voor de eerste voetbal van mij. Lampolie. Nee, blijf nog even gezond. Hopen. Ja, we zitten hier. Ik zal het hier al zien. Denk om het klas, joh. Kijk. Dat gaat een hele zware missie worden, want het is natuurlijk niet een bepaalde sterren die hier in staat. Ja, wij hier wel rijden, in ieder geval in de hoogste. Nou, we moeten nog een afstelling voorlopig even bedenken. Maar gaan wij weg met een heel kort intermezzo. Ons opmaken voor de trucs die dan voor de blauwe sleepwagen gaan rijden, maar in ieder geval dit is iedereen focus. Op kan niet meer aan de andere kant op jacht naar Wouter van Aarde. Eerst in de finale.
Naar 94-89 alles toch? En hij rijdt even gewoon in de finale mee. Ook goed. Denk ik.